allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Werner Vlogt. Sebas en ik zijn deze week samen naar Italië gegaan met de trein. En onze rit is afgelopen, alleen het is hemelvaartsdag vandaag. Dus we gaan... we zijn gelaaien en we moeten terug, of tenminste we gaan terug over de Simplon. En ik heb net een document gemaakt in Dom Dossola. En Sebastian staat aan de andere kant van de weg op me te wachten bij het restaurant. Dus daar ga ik nu naartoe. Dan gaan we de avond vullen. En dan morgen over de Simplon heen. Ja, in bijna heel Europa is het hemelvaartsdag. Dus we kunnen het land ook niet uit. In Italië is dat pas in augustus, geloof ik, of zo. 15 augustus is in Italië hemelvaartsdag. Dus wij hebben gewoon gewerkt vandaag. Waarom ga ik dit nu eigenlijk filmen? Ten eerste de Simplon. En ten tweede, er zijn nogal wat mensen die erom vragen om eens een keer de hele rit te laten zien. Ja, dat gaat gewoon niet. Je kan niet thuis vertrekken en dat ding een week laten draaien, want dan krijg je dus een vlog van een week. Dus dat, ja. Dus de vorige keer hebben jullie gezien dat we naar Italië gingen samen. En nu ga ik laten zien dat we naar Italië, of dat we naar huis gaan vanuit Italië. Met z'n tweeën. Dus ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Vertellen. Waar ben je weer? Ik kom niet van je af, hè? Ik ga de weg staan. Ja. Oh, lekker hoor. Dit is veel beter.
Nou, we zijn hier even gestopt bij de douane om ons document geldig te maken. En om het kilometerbriefje van Zwitserland te halen. Nou ja, dan kunnen we onze reis weer vervolgen.
sneeuwpop bouwen. Nou, we staan bovenop de Simplon. Er ligt nog een aardig pak sneeuw. En ja, ik weet niet waar zijn bas is. Volgens mij mag je niet een sneeuwpop bouwen of zo. Dus even kijken. Oh. Hij is een chocoladepop aan het bouwen, denk ik. Ben je er eindelijk? Aardige pop gebouwd, of niet? Ja, lekker hoor. Mijn best! Zo, ik zit weer in de auto. Even buiten gefilmd, de Simplon. We staan er bovenop, dus nu is het ja, naar beneden. Oh, het is hier koud jongens, echt. Maar ja, het is ook nog een soort van winter als je zo om je heen kijkt. Maar dat geeft niks. Echt, ja. Zoals Sebastian altijd zegt, de mooiste route van en naar Italië. Nou ja, ik denk dat we dat allemaal wel eens kunnen zijn. Dus we gaan weer een fijn stukje rijden.
lachen, man.
wij pauzeren zeker. Ja, we hebben er bijna 4 uurtjes op zitten, Sebas, dus een mooie tijd toch? Nu aan de grens, echt top. Dan moet je hier eerst dat bonnetje afgeven met je kilometers of niet? Merci. Au revoir. Ik ben alles aan het filmen. Echt waar? Ja, tuurlijk. Ik ga er gewoon een vlog van maken. Ja, ik dacht alleen voor de simpel. Ja, joh. Ja, ook. We gaan even documenten af laten stempelen. Of afgeven ook. Afgeven? Afgeven, ja. Gestempeld is die al. Gestempeld is die al. Dus dat gaan we daar doen. Nee, zeker niet. Aan de overkant toch? Ah, die, ja, daar ja. Dat, daar. Daar. Daar, ja. Nou, de documenten zijn geregeld, dus daar krijg je een stempel erop. De ene blijft dan buiten de douane en de andere krijgen we weer mee voor de zaak. Ja, dat is gewoon ter controle ofzo. Zo pas heb ik even een bakje gezet. Ik heb helaas niet de leven op wielenbok binnen handbereik gehad, maar goed, dat maakt niet uit. Maar deze maak ik even leeg en dan gaan we rijden, tenminste. Als hij zin hebt. Ja, dat gaan we zelf zien. We zijn Frankrijk ingereden en het weer is helemaal omgeslagen. Gelijk weer een pak regen. Dus dat is eigenlijk wel een beetje jammer. Maar het mooiste gedeelte van de route hebben we gelukkig een lekker zonnetje gehad. Dus dat is wel gunstig. Ja, moeten we het nou even genoegen nemen met minder. Maar ja, het is niet anders.
begint weer een beetje op te klaren, dus. Uiteindelijk komt alles weer goed. Achterin zetten, maar oh, hier staat het toch best, joh. Op vol position staan. Bijna.
zet dat ding nog eens gewoon in één keer op zijn plek, man. Die auto uit, joh. Ja, wacht nou even. We gaan drinken en eten. Ik moet nog setjes meenemen. Nee. Oké. Henkie, hebben we nog een foto vanaf of niet? Ja, want je kon wel op het filmen, hè? Nou, ben jij aan het filmen? Ja, ik ben aan het filmen. Maar je hebt het allemaal over goede zaken, joh. Ja, nee, die goede zaken, dan zit je op een verkeerde plek. Ja, ik kijk die filmpjes wel eens van jou. Ja, wel eens. Gewoon elke vrijdag, jongen. Jij bent gewoon een dikke fan. Lekker, lekker. Dat ook maar niet. Ja, dat mag weer niet. Wij eigenlijk de hele dag bij een jaar om snel mogelijk terug te zijn in Maastricht. Het ding vol te zetten, want ik heb dan maar twee dingen in de kop. Hè. Of ik ga vandaag naar een kapel. Ik ga vandaag hier naartoe. Dan moet ik alles gelijk op de kop. Ik Goedemorgen, dames en heren. Het is zaterdagmorgen. Het is 5 uur, tenminste 5 uur geweest. En we zouden om 5 uur gaan rijden. En wie ligt er nog op bed? Jawel. Misschien gaan we maar even wakker maken. Zoals jullie zagen zat hij wel net in zijn stoel, dus hij was net aan wakker. Dat is eigenlijk wel jammer. Maar te laat is te laat. Ik had mijn wekker op 5 uur gezet en die had ik op 4:15 moeten zetten, maar goed, dat maakt niet uit. We rijden nu Luxemburg in en ik ga zo eventjes zetten we aan de kant. Bij de laatste pomp in Luxemburg. Ik ga mijn boodschappen halen even, je weet het. En even naar de wc en een bakje koffie. Ja, dan gaan we weer verder, dan gaan we naar de zaak. Dus ja, rond een uur of 10 denk ik op de zaak. Ergens tussen 9:30 en 10. Zo, dan heb je nog wat aan je zaterdag, toch? Helemaal prima.
al bijna in Antwerpen meer. Dus, nou ja, voor ons is dat dan bijna thuis. Ik kan het mooi halen op één blokje. Ja, en op de zaak moet ik even de brandblussers uit de auto halen, want die moeten gekeurd worden. Dus ja, dat is voor mijn ADR-uitrusting natuurlijk belangrijk. Dan worden we nog wel eens op gecontroleerd bij fabrieken als we gevaarlijke stoffen moeten draaien. Dus ja, het is wel belangrijk dat die apparaten dan gekeurd worden. Dus het gebeurt allemaal bij ons op de zaak. Er komt er iemand en die kijkt die dingen even aan. En ik ga een stickertje erop en dan is het weer goed voor een jaar. En dan ga ik gelijk even kijken of dat mijn trailer voor volgende week al klaar staat. En dan ja, koppel ik gelijk even aan. Kijk maar, ik morgen weer vroeg vertrekken. Nou, dat zien we zo wel als we op de zaak zijn. Weer. Ik ben eigenlijk blij toe ook. Bijna 10 uur. Mooie tijd. Dadelijk even de auto uitruimen en mijn brandblussertje klaarzetten. Dan weekend. Wie kent het niet?
dat was het dan weer voor deze week. Ja, ik hoop dat jullie een beetje met plezier hebben gekeken. Laat vooral een reactie achter. We lezen ze echt allemaal. Ja, op alles reageren. Ja, ik weet niet of dat het nodig is, maar ja, we vinden het gewoon top om te lezen. Dat geldt voor Sebas ook. Dus doe dat vooral. En ik ga weekend houden. Dus ik zou zeggen, prettig weekend. En tot de volgende keer. Houdoe!